Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met mevrouw Elaine Koolman. Zij is psycholoog, verbonden aan de psychologenpraktijk TAKI. En deze organisatie organiseert op 20 maart de introductieworkshop Mindfulness. Zeker in coronatijd, waarin iedereen thuis zat en heel veel tijd had en inderdaad met van alles en nog wat moest dealen, kwam het woord mindfulness bij veel mensen in de mond. Maar wat betekent het en wat houdt het precies in? Dat zullen we vandaag ook aan mevrouw Koolman vragen. En wie weet krijgt u vandaag een heel ander inzicht, waardoor u zich ook wil laten registreren voor de workshop. What made is a little Q-time. Goeiedag mevrouw Koolman, welkom erbij. Goeiedag, bedankt dat ik erbij mag zijn. Ja hoor, heel graag gedaan. U heeft een psychologenpraktijk TAKI. Dat klopt, ja. Oké, insinueert natuurlijk direct dat mensen moeten praten. Niet mis te verstaande woorden. Ja, klopt. Okay. En daar komt het eigenlijk allemaal op neer, wanneer je over een, als je praat over een psychologenpraktijk, neem ik aan, hè? Dat je moet praten over jezelf of je problemen of de dingen die je dwars zitten. Inderdaad. Wanneer mensen bij de psycholoog komen, gaan ze eigenlijk in praattherapie, hè, zoals dat. Oké. Hoe lang is uw praktijk al actief? Ik ben net begonnen. Dus mijn praktijk is net sinds eind vorig jaar actief. Ja. En ik richt mij eigenlijk vooral op mindfulness en het bieden van mindfulness trainingen, workshops en dat soort dingen. En daarnaast uiteraard de reguliere psychologische hulpverlening. Ja, oké. Is mindfulness iets waar u een persoonlijke interesse in heeft? Combineert u het met uw aanpak van de therapie? Ja, dat klopt. In mijn behandelgesprekken met cliënten maak ik vaak gebruik van mindfulness. Maar op zich staat mindfulness los van de psychologie. Maar omdat we weten dat het wel bewezen effectief is bij een heleboel klachten, hè, zoals depressie of stress, angst, lichamelijke klachten, wordt het wel door veel psychologen gebruikt in hun behandelgesprekken. Ja, oké. Heeft het een persoonlijk interesse van u? Ja, het is ook een persoonlijke interesse van mij. Ik heb zelf een aantal jaren geleden kennis gemaakt met mindfulness. Mm-hmm. Toen woonde ik nog in Nederland en werkte ik daar en zat ik in een lastige werksituatie. En toen zei iemand van, misschien moet je een mindfulness training gaan doen. Dat ben ik toen gaan doen, een 8-weekse mindfulness training. En toen heb ik eigenlijk ervaren hoe helpend het kan zijn. Hoe goed het is om met mindfulness bezig te zijn. Dus sindsdien ben ik me er meer in gaan verdiepen. En ben ik het ook gaan gebruiken in mijn eigen gesprekken. En ben ik zelf in opleiding gegaan om trainer te worden. Oh, oké. En daarom kunt u het nu toepassen op uw cliënten. Ja. Precies. Okay. Wanneer iemand tegen mij zegt mindfulness, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Hè? Dan denk ik, oké, is goed. Het gaat gewoon om bewuster bezig zijn met alles. Elk woord dat je zegt, elke handeling die je pleegt. Elke gedachte eigenlijk die je hebt, is eigenlijk een soort van totale controle op een hoger niveau van alles wat je zegt en doet. Maar wat is het eigenlijk? Want dat is mijn eigen interpretatie. Ja, nou, het komt heel dicht in de buurt wat u zegt. Mindfulness is eigenlijk een vaardigheid waarbij we kunnen leren om eigenlijk meer in contact te zijn met het hier en nu. Normaal gesproken zijn we als mensen heel veel bezig met dingen die in het verleden zijn gebeurd. Hè. We kunnen nog nadenken over, ja, had ik het maar zo aangepakt of ik had het beter moeten plannen op deze manier. Of we zijn vaak bezig met dingen die in de toekomst nog gaan gebeuren. Hè. Hoe ga ik dit regelen of wat ga ik zeggen als ik die persoon tegenkom? Dus we zijn veel met onze aandacht, ofwel in het verleden ofwel in de toekomst. Maar we leven in het hier en nu. En daar kunnen we heel gemakkelijk aan voorbij gaan. En mindfulness traint eigenlijk de vaardigheid om ook ervoor te kunnen kiezen om in het hier en nu te zijn. Ja, omdat we soms zijn er signalen, bijvoorbeeld van binnenuit, hè, je emoties of je lichaam, geven je kleine signaaltjes. Maar omdat je zo druk bent of omdat je zo bezig bent met andere dingen, merk je het niet op. En uiteindelijk
Val je bijvoorbeeld uit of je krijgt spanningsklachten. Terwijl je achteraf misschien zegt van, oh ja, als ik toen misschien wat meer bewust was geweest, dan had ik dat al eerder opgemerkt. Dan kon ik gerichte actie ondernemen. Oké, dus je Dus gebruikt daar een. heb... Ja, sorry. Ja, dus daar helpt de mindfulness bij om eigenlijk bewust die keuze te maken. Het betekent niet dat we continu mindful moeten zijn. Want ik denk dat het ook juist prettig is dat we soms gewoon lekker weg kunnen dromen. Als we een film kijken, kunnen we er helemaal in zitten. En dat is denk ik juist prettig en soms ook nodig. Maar er zijn momenten waarop het wel nodig is om in het hier en nu te zijn. En je moet bijvoorbeeld een deadline halen, maar je aandacht gaat steeds naar andere dingen. Dan is het prettig om de vaardigheid eigenlijk te hebben om bewust ervoor te kunnen kiezen om nu even die focus te houden op het behalen van je deadline of wat je dan ook moet doen op dat moment. Ja, oké. U heeft een woord gebruikt die ik denk die heel erg relevant is in dit. En dat is het woordje bewust. Want dat Dat klopt. is, ja toch? Ik denk dat je dan extra scherp moet gaan zijn op je bewust zijn op dat moment. En dan Dat ook de klopt. keuze maken tussen, oké, is goed, nu moet ik mindful zijn en nu mag ik eventjes alles loslaten, zeg maar. Ja, Ja. precies, precies. Ja. Normaal gesproken doen we dat dus niet heel bewust, hè. Het gaat vanzelf dat je aandacht afdwaalt. En door die vaardigheid te trainen, kan je wat meer die keuze bewust gaan maken, Ja, inderdaad. oké. De introductieworkshop die u geeft, dat duurt 2 uur. Het is op 20 maart. Mensen mogen zich daarvoor van tevoren opgeven om mee te doen. Wat krijgen ze mee? Want het is een introductieworkshop. Jawel, dat Dus het klopt. is eigenlijk een kennismaking. Het is een kennismaking Ja. omdat de mindfulness eigenlijk nog best wel onbekend is in Suriname. Het idee is, ik zei eerder al dat ik zelf een keer heb meegedaan aan een 8-weekse Ja. mindfulness training. En die trainingen wil ik ook gaan aanbieden. Maar ik kan me voorstellen dat wanneer mensen nog niet echt weten wat mindfulness is, dat ze dan misschien eerst willen kennismaken ermee. Dus vandaar dat ik die introductieworkshop aanbied, 20 maart. En wat mensen daarin meekrijgen is een deel theorie. Maar in mindfulness gaat het vooral om de ervaring. Dus we gaan vooral veel oefeningen doen in mindfulness, kennismakingsoefeningen. Zodat mensen ook echt kunnen ervaren wat het inhoudt en wat het ze kan bieden. Want ik kan het ze wel uitleggen natuurlijk, maar dat is heel anders dan dat ze het zelf kunnen voelen en ervaren. Ja, als u iemand advies mocht geven over als deze introductietraining goed is voor hun, welke specifieke doelgroep zou u willen aanspreken? Ja, in principe is mindfulness voor iedereen, hè? Ik merk wel dat het vooral vrouwen zijn die zich aanmelden voor dit soort dingen. Maar mindfulness is uiteraard ook voor mannen geschikt. Maar ik richt mezelf eigenlijk op de persoon of op de vrouw die merkt dat ze veel ballen hoog moet houden. Ja, dat ze Zijn bijvoorbeeld. dat niet alle vrouwen? Eigenlijk wel, daar heeft u gelijk in, dat klopt, dat klopt. Is mijn gevoel Dus hoor. ik. Ja. Ja, dus vrouwen zijn inderdaad vaak erg druk. Ze hebben vaak meer dan één baan, ofwel voor een werkgever, ofwel een eigen business, ofwel beide. Daarnaast een gezin, partner, familie, sociaal leven en vaak nog veel meer dan dat. En die mensen zijn vaak de hele dag druk bezig met van alles en nog wat, om ervoor te zorgen dat alles geregeld is. Maar de vraag is. Hoe gaat het met deze persoon zelf? Staat de persoon daar wel bij stil? Is er tijd voor om daarbij stil te staan? Mindfulness is dus iets waar mensen kunnen leren om daar wel de tijd voor te nemen. Om in ieder geval dagelijks even een bewust moment te hebben om stil te staan bij hoe gaat het nu echt met mij? Wat zijn de signalen die mijn lichaam of mijn emoties of mijn gedachten me afgeven? En moet ik daar actie op ondernemen of niet? Dus dat is vooral waar ik me op richt. En daarnaast is het ook zo dat door bezig te zijn met mindfulness, mensen ook meer stilstaan bij de dingen waar ze bijvoorbeeld dankbaar voor zijn. Dat ze meer compassie kunnen voelen voor zichzelf, vooral ook, maar natuurlijk ook voor anderen.
Ja, dus dat is, daar richt ik me dan ook op, hè? Dat mensen daar wat meer bewust van worden, de dingen ook waar ze energie van krijgen, om eigenlijk een ja, rijker leven te kunnen leiden, hè? In plaats van dat het leven maar zo aan ons voorbij gaat, dat iedere dag weer een beetje hetzelfde is, of dat we aan het eind van de dag denken, nou, de dag is voorbij gevlogen, ik weet eigenlijk niet meer goed wat ik allemaal heb gedaan. He, daar kan de mindfulness bij helpen, om En wat meer plotseling zijn we bewust. 20 jaar ouder. Ja, precies. Ja, Ja, het kan vliegen, hè, die ja. tijd. Ja. U heeft aangegeven dat dit een introductieworkshop is en dat u van plan bent om vervolgtrainingen te gaan geven in mindfulness. Zijn die vervolgtrainingen nu al beschikbaar? Jawel, ze kunnen zich al direct aanmelden. En voornemens om in april, halverwege april, waarschijnlijk te starten met de eerste 8-weekse mindfulness training. Dus wanneer mensen nu al geïnteresseerd zijn, kunnen ze inderdaad zich al aanmelden of meer informatie opvragen, mochten ze dat Oké, nodig hebben. prima. Hoe kunnen mensen zich registreren voor de workshop van 20 maart? En ze kunnen allereerst de Facebook-page volgen, hè, van Psychologie Praktijk Takkie. Daar staat alle informatie op. Maar voor aanmelding of registratie kunnen ze mij een mail sturen op psychologiepraktijktakkie@gmail.com. Of ze kunnen mij bellen of een app sturen. 876-9560. Oké, okay, fantastisch. Dank u wel. Het is een beperkte plaats natuurlijk. En ik heb ook gezien in uw flyer dat het een hele mooie locatie is waar u naartoe gaat om deze workshop te organiseren. Hoeveel mensen heeft u plaats voor? In de introductieworkshop heb ik plaats voor 10 mensen. Dus dat is inderdaad Oké. een beperkte plek, Ja, een klein klein groepje. aantal. En dat is omdat ik het belangrijk vind om iedereen wel voldoende ruimte en aandacht te kunnen geven. Ja. Zeker bij een introductieworkshop, als mensen vragen hebben, dan moet er voldoende tijd zijn. Ja, mindful met uw cliënten omgaan. Ja. Goed. Hartelijk bedankt, mevrouw Koeman. Heel erg veel succes met de introductieworkshop. En hopelijk mogen we u binnenkort weer uitnodigen, omdat er zoveel aanmeldingen zijn dat er meerdere workshops moeten worden gegeven. Heel veel succes ermee. Dat zou heel mooi zijn. Bedankt voor dit interview. Oké, goed. Dank u wel. Goeiedag. Dag. Dat was het gesprek met mevrouw Elene Koolman. Zij sprak over de Mindfulness Workshop, de introductieworkshop, die wordt gegeven op 20 maart. Beperkt aantal plekken, 10. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Misschien zijn er zodanig veel aanmeldingen dat er wel een tweede introductiedag komt. Maar you never know. U heeft het gehoord van haar wat mindfulness betekent. Misschien kan het ook iets voor u betekenen. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.